De reis van PSV naar Rusland kende nogal wat hindernissen. De ploeg kon pas later vertrekken van Eindhoven Airport. Moest toen een tussenlanding maken in Warschau omdat de kerosine opdreigde te raken. En vervolgens op het vliegveld van Rostov was het nog lange tijd kwijt met allerlei bureaucratische administratieve zaken. Maar de training die begon 's avonds wel op tijd. Nou, het is nooit lekker natuurlijk, want we maken niet voor niets een bepaalde planning, een schema. Aan de andere kant moet je ook altijd goed en flexibel omgaan met omstandigheden die eventueel anders zijn. En als het anders loopt, ik moet ook zeggen, daar hoor je geen enkele speler over. Niet te lang stilstaan bij dingen die we niet in de hand hebben, zoals een late vertrek en een tussenlanding. Dus we richten ons lekker op de training zo en die zal heel ontspannen zijn. Alle energie voor de wedstrijd van morgen hebben. En PSV heeft een goed resultaat tegen Rostov nodig om het misschien Atletico Madrid en Bayern München nog een klein beetje moeilijk te maken. Maar toch ook om te voorkomen dat het zelf na de winterstop uitgevoetbald is in de Europese toernooien. We gaan ook deze wedstrijd in, net zoals de vorige wedstrijd, om een maximaal resultaat uit de wedstrijd te halen. We spelen altijd om te winnen, maar je moet ook realistisch zijn na de wedstrijd. Hebben we behaald wat erin zat vandaag? Daar gaat het mij om. Dat is onze intentie. En natuurlijk zullen we proberen om 3 punten te gaan behalen. Want dan blijf je volop in de race. Maar goed, als je later terugkijkt, is een punt in de uitduel ook wel weer waardevol. Rostov PSV vanavond om 9:15.